Een 14-jarige leerling van die school heeft zelfmoord gepleegd. Mogelijk omdat een naaktfoto van hem op sociale media stond. Rob Vorkink is in Enschede bij het Bonhoeffer. Rob, wat is daar precies gezegd vanmiddag tijdens die bijeenkomst? Nou ja, wat daar precies gezegd is, daarvan hebben wij geen weet. Omdat namelijk op verzoek van de directie gevraagd is aan de media om afstand te bewaren. Dus niet bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. En ook geen leerlingen vragen te stellen. En uit respect hebben we dat niet gedaan. Maar ja, er was wel een spanning zat erop. Er was ja, verdriet, emotie. En dat natuurlijk allemaal naar aanleiding van de zelfdoding van een jongen afgelopen zondagmiddag. Die van een flat is gesprongen in de wijk Deppenbroek. Na afloop, of eigenlijk tijdens de bijeenkomst, stonden er nog wat vaders en moeders bij de ingang van het Bonhoeffer College. En een van de vaders stelde ik hen de vraag van wat zijn betrokkenheid was bij dit drama. Ze waren vrij goede vrienden van elkaar. En ja, ze kenden elkaar gewoon heel goed van school. Wanneer hoorde uw dochter van wat er gebeurd was? Ze hoorde dat op Insta en ja, ze was er wel gelijk redelijk overstuur. Heeft die naaktfoto, die publicatie daarvan, is die nou van invloed geweest op de besluit van de jongen om zeg maar zelf moord te plegen? Ik vermoed van wel. Nou, en dat zei dus de vader van een van de schoolgenootjes van het slachtoffer. De bijeenkomst is vanmiddag bijgewoond door zo'n tussen de 50 en 100 leerlingen. En dat op een moment dat sprake eigenlijk is van een voorjaarsvakantie. Maar ja, dit is natuurlijk zo'n ingrijpende gebeurtenis dat gewoon de school daarvoor is opengesteld. Ik sprak na afloop met de directeur, de heer Russen. En ik vroeg hem hoe de bijeenkomst verlopen is. De bijeenkomst vanmiddag is heel respectvol verlopen. Rustig. Er was natuurlijk veel emotie bij leerlingen, ook bij medewerkers. Maar voor zover je daarvan kunt spreken, is het een goede bijeenkomst geweest. Waren er nog veel vragen bij de leerling? Die zijn er denk ik zeker geweest. Er was een korte plenaire tekstje waarmee we de zaak ingeleid hebben. En vervolgens zijn leerlingen in groepen bij elkaar met begeleiding uiteengegaan. En daar zijn ongetwijfeld allerlei vragen besproken. Ja. Ik zag ook enkele agenten aanwezig. Dat klopt. Zoals u weet, er is een onderzoek gaande rondom het hele gebeuren. En agenten hebben in overleg met ons, waren ook aanwezig op school. Hoe groot is de impact van dit trieste verhaal op de school? Enorm. Wat kan ik anders zeggen? Het is een ramp voor het gezin, voor zijn ouders, voor de medeleerlingen en voor school. Dit is iets wat je niet wilt meemaken. Hebben de leerlingen aangegeven dat ze nog wat meer willen dan zeg maar een herdenkingsbijeenkomst? Nee, voor zover ik nu weet is het een goede bijeenkomst geweest voor nu. En we hebben met zowel met de familie als met leerlingen ook afgesproken dat er is een herdenkingsplek op school gekomen. En dat wij, wanneer de ouders weer terug zijn in Nederland, dan komt er ook een herdenkingsdienst op school. Ja, Rob, de directeur zei het al, de politie is met deze zaak bezig. De politie is vandaag met een verklaring gekomen. Wat staat daarin in die verklaring? Nou, daar staat in dat er twee onderzoeken lopen. Eentje, zeg maar, gesprekken met vrienden, kennissen en familie over om te achterhalen wat mogelijk nou een rol heeft gespeeld bij de uiteindelijke zelfdoding van het slachtoffer. En daarnaast een digitaal onderzoek. En dan wordt er dus gekeken door rechercheurs naar ja, allerlei bewegingen op sociale media. Ook weer in die vrienden- en kennissenclub. En om te bezien of iemand die zeg maar de naaktfoto heeft gepubliceerd of heeft verspreid, dat die mogelijk strafbaar is. En als dat het geval is en het politieonderzoek is afgerond, dan zal het Openbaar Ministerie een besluit nemen of iemand in dit verhaal strafrechtelijk zal worden vervolgd. Rob Vorkink in Enschede, dank je wel.